Frank, een vreselijke ramp in wording in Oekraïne. Ja, u hoorde er net ook al over bij de collega's van de NOS. Een stuwdam bij de stad Nova Kachovka die is ingestort deze nacht. Sinds een tijdje is dat in handen van de Russen. En het is een ramp waar al tijden voor gevreesd wordt. Beide partijen zeggen dat die is opgeblazen. Alleen de een beschuldigt de ander ervan. Deze dam die ligt zo'n 60 kilometer ten oosten van de stad Gerson. En dus houden we ons hart vast. Tientallen steden en dorpen die kunnen onder water liggen. Ook ligt de watertoevoer voor de kerncentrale van Zaporizhia daarbij die stuwdown. Snel naar generaal buitendienst Mart de Kruijf. Meneer de Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Een historische ramp, zei Zelensky in oktober hierover. En die, daar lijken we nu naar te kijken. Ja, dat water uit die dam stroomt nou richting Gerson en alle kleine dorpjes die daarvoor liggen. Dus er komt een enorme watergolf richting een hele grote stad die heel veel bewoners kan treffen. Inmiddels is een spoedvergadering belegd door Zelensky. Komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen. Wat zegt u dat, als ook even vanuit militaire bril? Dat is heel moeilijk te zeggen, maar het eerste is, zo'n dam blaas je niet zomaar op. Hè. Daar is heel veel gerichte explosieven voor nodig. En een tweede is, als je puur militair bekijkt, is degene die er het meest van zou profiteren, is eigenlijk Rusland. Want hiermee ontzeg eigenlijk de toegang tot de oostoever van de Dnieper bij Gerson. En die oostoever van de Dnieper is van militair belang voor Oekraïne, voor het offensief. Dus die kunnen ze niet meer gebruiken. Dus daarmee even simpel afpellend. De Oekraïners hebben er nul belang bij, de Russen wel degelijk. Dan is de rekening soms snel gemaakt. Nou, er liggen ook wel Russische dorpen beneden strooms van die dam. Dus dat is best wel een offer. Die is dan vragen van die mensen daar. Maar puur militair gezien profiteren de Russen hier meer van. Ja, de eerste berichten kwamen van vannacht omstreeks 2:30. De komende uren zijn cruciaal, zei Zelensky. Dat betekent dus dat we deze ochtend nog meer gaan horen, denkt u? Je hebt een aantal uren de tijd om de mensen die op de stroom wonen, om die zo snel mogelijk weg te kunnen krijgen daar. En er komt natuurlijk een enorme vloedgolf naar beneden als je die beelden ziet. Het is ook al eens vaker gebeurd. In 1941 in de oorlog hebben de Russen ook een dam opgeblazen tegen de Duitsers in Zaporizhia. Er zijn toen ongeveer 100.000 mensen omgekomen. Cijfers weten we niet zeker. Nou, in deze aantallen zal dat niet lopen. Maar dat het een ramp is, een ecologische ramp, een militaire ramp en een humanitaire ramp, dat is wel duidelijk. Stel dat het dus de Russen zijn. Wat laat dit dan zien over hun tactiek van oorlogsvoering? Nou ja, dat laat zien, en dat weten we eigenlijk al een poosje, dat er sprake is van een totale oorlog. Geen enkel middel wordt geschuwd om de militaire doelen te bereiken. En daar ze dat in passen. Nou sprak ik zojuist Christophe van der Maat, de staatssecretaris van Defensie, ook over de mogelijke sancties die dan zouden moeten volgen. Hij zei, ja, we doen al behoorlijk veel. Daar maakt zoiets dan nog weinig verschil in. Is dat ook uw inschatting of denkt u toch dat er nog een extra pakket aan maatregelen kan volgen? Nou, cruciaal is of in het Westen de steun overeind blijven houden die we nu leveren aan Oekraïne. En Poetin hoopt dat dat in de loop van de tijd gaat afvlakken. Dat we er wel klaar mee zijn met deze oorlog. Nou, dit is weer een teken dat we nog lang niet klaar kunnen zijn met deze oorlog. Dus ook een kwestie van volhouden aan onze kant. Ja, ik dank u voor de toelichting van u. Generaal buitendienst Marten Kruijf. Ja, de beelden die zijn, die zien er heel verschrikkelijk uit. Je brengt je ook weer terug naar een soort van eerder in de oorlog. Dat we hier nog heel erg mee bezig waren. Dat is ook een soort wake-up call, hè? Van het is echt nog niet voorbij. Nee. Nou ja, dat blijkt ook wel uit, vind ik, het laatste was Zelensky natuurlijk hier. Dat was voor Nederland ook weer even van, oh ja, Oekraïne zit in een oorlog en Nederland heeft er wel degelijk mee te maken. Dat blijkt ook weer uit extra steun die wij hebben beloofd vanuit Europa en ook vanuit de VS. Wordt natuurlijk opnieuw steeds weer gezegd, we gaan blijven steunen. En volgens mij, wat Marten Kruijf daarnet zegt, het meest relevant is dat die steun heel duidelijk moet blijven komen vanuit het Westen. En dat er ook die urgentie voor blijft. En ik denk dat dit soort dingen ook weer daar opnieuw de aandacht voor vestigen. Ja. Zijn dit dan ook dingen waar ze dan op het ministerie dan ook allemaal weer voor bij elkaar komen om na te denken over hoe ze zo snel mogelijk ook vanuit Nederland iets kunnen betekenen? Dat zou goed kunnen. Ik weet niet of dit nu echt per se ook hier dan een soort spoedberaad of iets is. Maar dit is wel degelijk iets waar natuurlijk de minister en de staatssecretaris mee bezig zijn. Vooral de minister. Dus ja, dat zal zeker nu vandaag een agendapunt zijn.
We blijven even bij de ramp, Frank. Ja, Marieke haalt die politieke reacties ook al even aan. En de eerste daarvan, die druppelen binnen en die hebben we ook voor u. Ik zie hem zelf ook voor het eerst. Rusland wordt teruggedrongen, tweet Ruben Brekelmans, VVD, buitenlandwoordvoerder. Dus pleegt het oorlogsmisdaden. Het opblazen van de Kachovka-dam is een menselijke ramp. En een risico voor de nabijgelegen kerncentrale. Iedere oorlogsmisdaad maakt ons alleen maar standvastiger om Oekraïne te steunen. Dat is dus die eerste reactie vanuit de VVD, vanuit Ruben Brekelmans, die politieke reacties die nog wel meer zullen volgen. En daar praten wij u over bij. Ja, voelt u dat ook zo, dat het alleen maar meer dat gevoel voedt van we moeten ze blijven steunen, we kunnen niet vergeten? Zeker, zeker. Je ziet dat, dat de Russen kennelijk tot heel veel in staat zijn. Alles eigenlijk om maar die oorlog te winnen. En dan is het, helaas, jij ziet het bij een datalek soms ook, dat dan weer, hoe ernstig het ook is, dat het wel even weer op de agenda staat. En dat mensen het er weer over hebben. En toch weer even weer realiseren van, hey, het is echt heel ernstig wat daar in Oekraïne gebeurt. Ja. Dit is ook wel iets waar ze, denk ik, iedereen in de Kamer het wel over eens is, toch? Er is geen partij die niet voor Oekraïne is. Of er is misschien één partij. Ja, er is wel een partij, namelijk Forum voor Democratie, die daar wel anders in staat. Maar dat is echt de enige outsider in de Kamer. De rest zijn ze daar heel eensgezind in. Ik zie trouwens wel een verschil tussen hoe de Kamerleden er nu over tweeten. De woordvoerders, die zeggen al, het is een oorlogsmisdaad van Rusland. Ik zag ook al Sjoerd Sjoerdsma van D66 woordvoerder. Die zegt ook de actie van Rusland. Terwijl Christel van der Maat als staatssecretaris nog zei van, daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen. Maar daar zijn zij blijkbaar al wel over uit. Ja, nou, zo,